Na het uitpakken en installeren van de TP-Decolink M4 is het handig om in de Deco-app je TP-Link in te stellen. Ik heb een top 5 aangemaakt van de meest, naar mijn idee, belangrijke punten. 5. Welke apparaten zijn er aangesloten? 4. Prioriteit te geven aan de aangesloten apparaten. 3. Profielen toevoegen. 2. Ouderlijk toezicht. En 1. Overzicht maandrapport. We openen de Deco-app en je krijgt al gelijk de nummer 5 van mijn toplijstje te zien. Een overzicht van alle aangesloten apparaten en de apparaten die op dit moment niet zijn aangesloten. Erg handig om te zien wat en wie er nu contact maakt met je netwerk. En top nummer 4 is dat je verschillende apparaten een hoge prioriteit kan geven. Wat bijvoorbeeld handig is voor gamers of thuiswerkers die voorrang willen op andere gezinsleden. En je kan ook nog aangeven hoe lang voorrang je hebt. Numero 3 is het instellen van profielnamen en het handig kunnen filteren van kinderen tot ouders. Er zijn categorieën die je aan of uit kan zetten. Je kan zelfs een specifieke website toevoegen. Bij het bevestigen van een profiel kan je ook nog de tijden toevoegen, zoals bedtijden, zodat je niet midden in de nacht online kan zijn, of je kids. En over kids gesproken, we zijn aangekomen bij top nummer 2. En dit zal de meeste ouders wel aanspreken. Dit is de controle over de gebruikers, ofwel ouderlijk toezicht. En als laatste top nummer 1. En dat is een zeer handige overzicht dat laat zien hoe lang een apparaat online is geweest en op welke pagina's en zelfs hoe lang die op een pagina is geweest. Misschien heb jij er niet veel aan, maar het kan wel eens handig zijn. En nee, het is niet de bedoeling om je partner te controleren. En dan nog even snel wat we hebben besproken. 5 apparaten aangesloten, 4 prioriteiten instellen, 3 profielen toevoegen, 2 ouderlijk toezicht en 1 overzicht maandrapport. Ben je al enthousiast? Onderaan het filmpje staat de URL waar ik dit systeem heb gekocht. En vergeet niet te abonneren op de Community Studio van Ziggo. En als je het leuk vond, geef dan een duimpje en laat een reactie achter in de commentbox.